Gaan we naar tekst nummer 8. En we hebben hier een titel, Smile Kids. Whatever that might mean. En uh, een plaatje, Watching You. Het so zou of Big Brother gaan, of een, of een camera, of zo. So. Ik zie facial recognition staan in de eerste Alinea. Best een lange tekst. The New Daily 2018. So dat is ook wel interessant. Um, adapted from an article by John Elder. Smile Kids. Nou, oké. Okay. Prima, lange tekst. Uh, misschien kunnen we Elsa weer toepassen. Gaan we even voor de volledigheid herhalen wat Elsa ook alweer is. Elsa staat voor eerste, laatste zin, alinea. Elsa. Nou, mooie, een mooie tactiek die we straks misschien nodig hebben. Gaan we eerst even vraag 30 lezen, kijken wat er van ons gevraagd wordt, en dan gaan we dan de tekst lezen en kijken naar de opties. How is facial recognition technology introduced in paragraph 1? Nou, we gaan hem even lezen. En als je moeilijke woorden tegenkomt of je denkt wat betekent dat, kijk even in de glossary en die vind je in de beschrijving. Smile kids, adapted from an article by John Elder. Some Australian schools are reportedly trialing facial recognition technology. That takes the place of teachers during the morning roll call. The cameras will know if each and every child is present or not. The cameras keep scanning through the day to ensure that students haven't bottled for the fish and chip shop or build early for the day. Presumably too, they'll know who has been throwing paper planes behind the teacher's back and who decorated the toilet block like a Christmas tree with toilet paper. Okay. Dit is een voorbeeld van hoe deze mensen die facial recognition technology uh, aan het uitproberen zijn. Oké. Okay. How is facial recognition technology introduced in paragraph 1? By describing its development, by emphasizing its relevance, by pointing out its purposes, of by questioning its usefulness. Nou, ze geven hier aan, uh, met een aantal voorbeelden aan hoe dat wordt gebruikt. Dus wat we kunnen zeggen is in ieder geval dat. Um, nou, questioning is niet aan de orde. Dat wordt er niet gezegd of het, of het nuttig is. Er wordt alleen iets beschreven. Er wordt iets beschreven, describing, maar niet de development. Dus A kunnen we ook wegstrepen. Um, it doesn't emphasize its relevance. Er wordt niet gezegd waarom het nuttig is of, of de relevantie ervan. Wat er wel wordt gedaan, is, zoals ik zei, voorbeelden genoemd hoe het gebruikt wordt. En dat is pointing out its purpose. Or its purposes. Dus op basis van wat er in die paragraaf beschreven wordt, kunnen we zeggen dat antwoord C bij vraag 30 het juiste antwoord is. Gaan we naar vraag 31. What is the main point made by Dr. Wouters in paragraph 2? Oké, okay. gaan we lezen. Constant camera surveillance takes away a huge sense of liberty for these children, says Dr. Niels Wouters at the Microsoft Research Centre for Social Natural User Interfaces at the University of Melbourne. It's a good thing in a child's development that they might present themselves differently on social media as a form of play, but also as something they can explore, he says. But a child trying out who they are in the constant gaze of camera... runs the risk of being forever judged for pulling weirdo faces, he adds. Dus deze Niels Wouters die zegt dat uh, camera surveillance... takes away a huge sense of liberty for these children. En die sense of liberty wordt waarschijnlijk geuit in... dat ze zich kunnen presenteren op social media anders... Um, dan in het echt. En dat ze ook kunnen ontdekken hoe dat werkt. Dat is wat hij zegt. En als je dan dat zeg maar constant in de gaten houdt met een camera, dan ontstaat dus het idee dat um, deze kinderen de kans lopen oplopen dat ze altijd gejudged worden voor die ene actie die ze hebben gedaan. Nou, dan gaan we kijken naar de opties die er zijn. What is the main point made by Dr. Wouters in paragraph 2? Children should be given the chance to. A. Be openly critical of their peers on social media. Dat wordt er niet gezegd. Social media wordt wel benoemd, maar juist het idee dat ze zichzelf anders voor kunnen doen op social media, en, en in het echt een beetje ook anders kunnen doen, geeft ze de ruimte om dat te leren hoe dat werkt. Dus dat is niet de juiste antwoord. B. Delete images that they made without permission. Ook dat wordt niet genoemd. Je zou het er misschien wel uit kunnen vissen dat je denkt, nou dat, dat zou hier wel kunnen staan, maar dat is niet wat hij specifiek bedoelt hier. C, experiment freely without being observed. Dat is wel wat er gezegd wordt, hè? dat is echt dat hele stuk hier wat dat aangeeft. moet oh, natuurlijk wel de pen gebruiken hier. Dus C met potlood het juiste antwoord. En D, used to be filmed all the time. Hij zegt niet dat kinderen de kans moeten krijgen om gewend te raken aan altijd gefilmd te worden. Hij zegt dat kinderen juist de kans moeten krijgen om zonder constant gezien te worden dingen te doen. Dus antwoord D past ook niet. En op basis van dit stukje hier in paragraaf 2, uh, It is a good thing tot aan he adds, kunnen we zeggen dat antwoord C bij vraag 31 het juiste antwoord is. Gaan we naar vraag 32. Which potential problem does Dr. Wouters mention in paragraph 3? Dan gaan we even lezen. And then there is the question of who will own the data when facial recognition technology becomes ubiquitous. We gaan gelijk highlighten. Dit is een belangrijk zin. Ik voel gewoon dat dit onze topic sentence is. Voel jij dat ook? Voel je, als je voelt dat dit de topic sentence is, dan laat het even in de comments achter. Um, ubiquitous is ook zo'n mooi cito-woord. Ik zeg al twee jaar achter elkaar: Ubiquitous komt op het eindexamen. En ja, hier hebben we hem, ubiquitous. En dat betekent alomtegenwoordig. Dus die moet je echt even leren. Tattooëer hem op je arm, zou ik zeggen. I suspect it won't be the school itself nor the parents. I worry that all the analyses will be sent through a third-party service provider. And from there into the hands of the big players of the technology market. Meaning Google, Facebook and Microsoft. It creates revenue for them, but ultimately society gets little in return, Dr. Wouters says. Dus wat is het gevaar wat hij benoemt? Het probleem? Wie, van wie is de data? Who owns the data? Gaan we de optie kiezen die het beste uh, daarbij past. A: The big tech companies offering facial technology can gain access to vulnerable youngsters. Dat wordt niet gezegd. Er wordt niks gezegd over dat zij access winnen. ...voor die youngsters. B. The government cannot safeguard privacy rights... ...when facial recognition technology is allowed. Je zou kunnen zeggen dat je het eruit kan halen... ...maar er wordt hier niks gezegd over de overheid. Dus daarom is antwoord B niet het juiste antwoord... ...want deze Niels Wouters heeft het nooit over de overheid. C. The images collected using facial recognition technology... ...can lead to people drawing faulty conclusions... Er wordt hier in deze paragraaf niks gezegd over conclusies die mensen trekken. Het gaat puur over wat, wie heeft die data en wat doe je ermee. Dus ook C is niet het juiste antwoord. D. The information gathered through facial recognition technology can be used for commercial gain. Dit wordt daadwerkelijk gezegd, namelijk hier: uh, in dit stukje. It creates revenue for them, he, commercial gain. But ultimately society gets little in return. Dus dit stuk hier bewijst dat antwoord D het juiste antwoord is. Dus op basis van die laatste zin van Alinea 3 weten we dat antwoord D het juiste antwoord is. Kunnen we naar vraag 33. En hier wordt er gevraagd van ons dat we een linking word invullen in de gap. Which of the following fits the gap in paragraph 4? Nou, paragraaf 3 hebben we al gelezen en eindigde met het zinnetje... It creates revenue for them, but ultimately society gets little in return. En nu gaan we iets anders lezen of misschien hetzelfde lezen wat erop voorbouwt. Hmm. The technology itself suffered from subjective bias and inaccuracies. However, as Matthew Warren, a professor of cybersecurity, told the New Daily... Facial analysis technology is already making hard judgments about students' attentiveness and other behaviors in schools in China. Oké. Okay. We zijn op zoek uh, naar iets wat aansluit hierbij. We hebben een negatief punt gelezen in paragraaf 3. En we hebben hier ook een negatief punt aan het begin van paragraaf 4. Dus gaan we kijken naar de opties die er zijn. After all, consequently, likewise, and what's more. Um, consequently past niet, want consequently geeft aan dat er een consequentie aankomt. Gaan we even naar de glossary om te kijken wat die andere dan betekent. We hebben after all. En dat betekent. Tegen alle verwachtingen in, nog. We hebben uh, consequently, dus daar we als gevolg van. Nou, die hebben we al um, weggestreept. After all kunnen we ook wegstrepen, want dat betekent tegen alle verwachtingen in. En dat klopt niet, want die eerste alinea bouwt voort op een negatief punt. Hè? Dat is ook een negatief punt. Dus dan past tegen alle verwachtingen in niet. Likewise, evenier, eveneens, evenzeer, bovendien en en zo. Dat past ook niet, of nou misschien wel een beetje, omdat we natuurlijk wel doorbouwen erop. Dan hebben we ook nog what's more, wat betekent wat nog belangrijker is, en daarbij komt nog dat. Dus het is kiezen tussen of likewise of what's more. Gaan we kijken welke het beste past, het beste past. De hmm, technology itself itself. Deze reflexive pronoun, of eigenlijk is het een intensive pronoun hier, omdat het wil laten zien dat ondanks dat de eigenaarschap van de data is een probleem, heeft de technologie zelf ook een fout. Namelijk een subjective bias. En een bias is een vooroordeel. En inaccuracies. Namelijk dingen die hij gewoon fout ziet. Dus op basis daarvan denk ik. En zeker met de vertaling erbij. Uh, wat nog belangrijker is. Is antwoord D hier het juiste antwoord. Want er wordt hier aangegeven van. Ondanks dat het de... de eigenaarschap van de data een issue is dat is een probleem, dat lezen we in paragraaf 3 is nog belangrijker die subjective bias en die inaccuracies. Dus op basis daarvan kunnen we zeggen dat antwoord D bij vraag 33 het juiste antwoord is. Gaan we naar vraag 34. The consequences of po a poor moment captured by facial recognition can be ruinous. In welke zin wordt mogelijke nadelige gevolgen genoemd van raar gedrag dat is gefilmd? Citeer de eerste twee woorden van deze zin. Nu zou je denken: we hebben paragraaf 5 of 6 niet gelezen. Maar we hebben daarvoor wel gelezen. Um, en we weten dat er hier een aantal dingen erover verteld worden. En dat staat vooral in alinea 1 en 2. Daar wordt al gezegd over wat er gebeurt. Um, hier wordt namelijk aan het einde van paragraaf 2, ik heb het hier al een beetje aangegeven op voor die vraag die we toen hebben beantwoord. But a child trying out who they are on the constant gaze of a camera... ...en daar hebben we hem... ...runs the risk of being forever judged. En de vraag is... ...in welke zin worden mogelijke nadelige gevolgen genoemd? Nou, hier hebben we hem al. He is forever being judged. Or the kid is forever being judged. Dus bij vraag 34 kunnen we als antwoord opschrijven... ...but a. Want daar wordt al... Gezegd van als een kind constant maar bekeken wordt door die camera's en hij doet een keer iets fout, ja, dan word je altijd gejudged. En dat is een voorbeeld van hoe die facial recognition can be ruinous. Dus op basis daarvan kunnen we zeggen dat de zin But a child in alinea 2 geciteerd kan worden als antwoord voor vraag 34, omdat die zin aangeeft wat consequenties kunnen zijn van constant facial recognition camera surveillance. Kunnen we naar vraag 35? What does Dr. McKay Brown point out about facial recognition in paragraph 6? Gaan we even lezen. Dr. Lisa McKay Brown is a senior lecturer in learning intervention at the Melbourne Graduate School of Education. She says, "For some of the young people we work with, just walking through the school gates of any given day is challenging, and knowing that this technology is being used may be enough for them to refuse to go to school at all." Dus zij zegt hier, sommige mensen vinden naar school gaan al moeilijk. Nou, ik weet zeker dat in Nederland hebben we dat probleem gewoon ook. En als je dan constant wordt bekeken door camera's die alles van je willen weten, dan kun je net zo goed thuis blijven, want je vindt het al eng. Nou, dan ga je echt niet constant onder camera surveillance zitten. Dus dat is het probleem wat zij hier aangaat. Simpelweg, mensen gaan niet naar school. Zeker niet mensen die daar uh, al moeite voor hebben en moeite voor moeten doen. Gaan we kijken welk antwoord het beste hierbij past. A. It may well cause a decline in pupils' attendance. Nou, daar hebben we hem eigenlijk al. Dus met potlood gaan we hem oncirkelen. Maar we moeten wel voor de volledigheid B en C nog even lezen. It should be used to monitor certain pupils carefully. Dat zegt zij niet. Hè? Zij, wij, zij waarschuwt ergens voor. Namelijk, let op: uh, kinderen die het al moeilijk vinden, die kunnen gewoon niet naar school gaan omdat ze het eng vinden of gewoon niet willen. Dus B is hier het foute antwoord. It will encourage certain pupils to misbehave at school. Ook daar wordt er niks over gezegd. Er wordt niks verteld dat sommige mensen zich juist gaan misdragen. Dus ook antwoord C is niet het juiste antwoord. Dus antwoord A, het may well cause a decline in pupils' attendance, is op basis van dat zinnetje wat ik hier heb gehighlight, het laatste zinnetje alinea 6, het juiste antwoord voor vraag 35. En met dit juiste antwoord op vraag 35 komen we ook aan het einde van tekst nummer 8 en kunnen we door naar tekst nummer 9. Vond je deze video handig? Vergeet dan niet om even een like te geven. Laat iets achter in de comments en als je wil weten wanneer er andere video's uitkomen, vergeet dan niet te subscriben. Oh, en vergeet ook niet om even in de beschrijving te kijken naar mijn eindexamentrainingen hier op YouTube en wanneer ik de examens ga nabespreken nadat het examen is gemaakt.